Het is een drie goede middag. Ik stel gewoon drie. Bob. 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 We zijn er weer, zelf bij 20 terug samen met Nathalie. En samen met En ja, we zijn dus nog steeds bezig met Mario Party 5, waar we dus nou naar beurt 11 tot en met 15 gaan. En ja, hij staat midden op de bonbon. Wat nou leuk is, als er dus zeg maar na nog twee personen in deze beurt langs de bonbon komen, wordt Gregory weer geraakt door een bonbon. Dus Nou ja, ik neem in ieder geval jou met me mee. Want dat kost jou ook, muntje. Yay! Suicide attack. Oh, nou hoop ik dat hij een keer laag wordt, want anders heeft hij weer de ster te pakken. Kamikaze actie hier. Doodse stilte. Nou, dat is echt te wachten hoor. Dat er niet, je weet het. Op iets groter groene knopskip. Nou, meer dat op het bord ligt eigenlijk hoe leuk dat spel wordt. En dat vind ik jammer. Daar hebben ze maar, bij Mario Party 6 en 7 hebben ze dat weer aangepast. Zeg maar, dat je maar een bepaald aantal items neer kon gooien. En dat vond ik eigenlijk wel jammer. Ik vond het echt leuk dat echt al items gewoon neergegooid konden worden. Total random. Nou, ik zou voor random gaan. Goh, ja. Wie zou het zijn? Wat een verrassing! Didn't expect that. Why are you taking my items? Seriously, your prince is in another castle! Don't take my items! I can't help it! It's Bowser's fault, not mine! Je hebt een sterke jat op die manier. Nou, hij had een... Wat was het eigenlijk wat hij had? Sterrenjatten die liggen op het bord. Wat kiet hij dacht ik? Dikker Derby. Ja, het maakt niet uit. Het staat Derby, maar ik zeg gewoon Derby. Volgens mij, ja, honkbal. Wat we moeten doen is, we moeten gewoon zeg maar honkballen. En ja, je doet je honkbalknuppel slaan met A. En degene die de meeste ballen raakt, heeft die wint. Je kunt een beetje aan de arm zien hoe snel dat de bal zou komen. Soms gooit hij een effectbal. Dus, ja, moet je nog even kijken. Oké. Okay. Let's hit it. 24, ja, dat moeten we breken. Ik wil een nieuw record van deze aflevering. Geweldig audio komt daar. Ik sla. En ik hoor het. En ik sla. Niet. Ik sla niet. Het is geen wie. Ik sla niet. Ik sla wel. Woe. Ah, kom op. Kom op! Ah nee, ik verkort zit er nu in. Ah. Ik zou die machine gewoon echt helemaal bewerken met mijn apparaat, hoor. Nee, Toad, ik gun jou niks! Ik heb toch 13! Niet slecht, ik heb meer dan Yoshi! En dan zeg jij dat je slecht bent in dit spel. Ja, dat ben ik ook! Het is te zien. Ja. Nee. Je hebt geen eindelijke keer om toch te lopen, mag het? Nee. Nou, je hebt een beetje inderdaad veel muntjes, maar dan raak je ze kwijt. Het zal vast niet lang duren. Oké, okay, nou, in ieder geval, Yoshi is nou geen bedraging meer qua muntjes. Ik ben bang dat Toad gaat doen. Nou ja, aan de andere kant, ik kan muntjes jatten. Denk ik. 1, 2, 3, 4. Oh nee, dan duelleren met 9 muntjes. Hé, je is altijd beter dan met 3, hè? Oh. YOLO. YOLO. Ja, of je kan hem meten, dat kan natuurlijk ook nog wel zijn. Krijg je me. Wacht eens even, wacht eens even. Als jij naar het duel toe gaat en wij gooien allebei lager dan 5, dan kun jij de ster winnen. Want dan krijg je, als jij 9 muntjes van iemand anders wint, zit je op 18 plus 3 muntjes van de blauwe space, zit je op 21. Logica. Doe maar tegen Mario. Waarom help ik jou? Doe maar tegen Mario als daar. Ja, mooi. Ik heb ook niet tegen jou gedaan. Doen. Ik heb ook niet tegen jou gedaan. Wat heb je tegen me? Alles. Ja, 1 muntje. Battle of the century.
wel. Wat een winnaar. Gracias. Puur gewoon om te zorgen. Total of 18 coins. Shy Guy Showdown. Bam bam bam. Oké, wat er gaat gebeuren? De Shy Guy die gaat een bordje omhoog houden met een knopje van de GameCube. Degene die het knopje als eerste indrukt, wint. Let wel op, hij kan ook bijvoorbeeld een iets laten zien. Bij wijze van spreken een Shy Guy op dat bordje of zo of een uitroepteken. En dat is niks, dat moet je dus niet drukken. Druk je dan wel, verlies je. Druk op start to play. It's on. Op start, niet op set. Kijk weer. Ja, even... Jullie Wii U verslagen! De glorie van de GameCube bestaat nog steeds. 3DS vooral van mij met mijn kinderen. Start! Yay! Oh, was dat het? Dat was het! Ja, hij drukt op een A. Ik denk van, toch doe twee keer of zo. Nee. Dat was echt een showdown. Dus de eerste die op het knopje drukt, je weet het is quick draw, je weet wel van, je mag schieten. Nou, en jij drukt niet. Ja, van een ik heb acht. Dat is een high squeak. Oké, Lakoi dood, ik haat je. Ik niet kijken. Nee! Nee, I call BS on this! Screw you, dude! Screw you! Oh, Goomba, die kan de coins swappen met een andere speler. Maar hij stond helemaal erachter en wij stonden heel dichtbij. Wij zitten de hele tijd 1 en 2 te gooien. This is so not fair! I'm gonna shoot those for that. Ik gooi gewoon dadelijk. Zet hem op in je zakje en buiten je koppen af. Waar zit hij nou? En nu zit hij weer bij de start. Ja, tuurlijk! Hij zit bij jou. Ja. We kunnen jou horen, Stef. Ik gooi gewoon, ik kom gewoon op de chase op en ik ga gewoon mijn steenjatten van dood. Ik ben er klaar mee. En natuurlijk kom ik er niet op. Wat is het gewoon met die dame? Even kijken hoor. Ik heb net zo'n ding gezet, die steen daar op. 2, 3, 5 is niks. 1, 2, 3, item 4, 5. Oké, ik kan een item. En... een warp pipe! Wat leuk! En ik heb precies 100 muntjes. Lol. Geen extra leven, hè? Nee, maar dan zou ik al mijn muntjes weer kwijt zijn. En in dit spel heb ik niks aan. Wow. Hier ga je niet dood. Tenminste, dat dacht ik, aangezien dat ja, jij bent eigenlijk... Ja, je krijgt je eerste ster. Ik krijg een ster! Jij gaat dood, dus... Zo slecht in het spel, dan mag je een sterretje krijgen. Nee, kies nee. Hebben jullie al door wat de tactiek is? Kon keihard zeggen dat je slecht bent, maar stiekem heel erg pro bent. Of we heel veel mazzel hebben. Ik heb de tactiek opgelegd. Daar komt gewoon. Nou, daar komt gewoon. Ik zit de hele tijd naar de camera te kijken. Om te kijken of alles nog wel goed oploopt. Ik zit daar nog even goed te kijken of alles wel goed doet. Dus daar ben ik toch in de buurt. Dood is voor mij er al voorbij. Dood is de andere kant op gegaan. Ja. En ik sta richting die route. Jij kan nog kiezen en ik ook wel. Want ik ben net die item voorbij gegaan en ik kan er inderdaad nog niet meer. Jij hebt niet genoeg muntjes. Pushy penguins! Pushy penguins! Wat er gebeurt is, er komen heel veel penguins, zoals je dus ziet, komen dus zeg maar aangelopen, die proberen je in het water te duwen. En daar moeten wij gewoon proberen doorheen te lopen en op het plateau te blijven. Dus het enige wat we kunnen doen is lopen. Let's walk. A walk in the park. Dit is komisch. Echt al die hoofdjes naar één ding zo. What are you doing here? Ik blijf hier wel staan. Wow, die zijn groot. Ah! Nou weet ik waar mijn supermushrooms naartoe zijn gegaan. Ik zeg wat ik doe, moet je klim! Nee, Wim van Toad. Iedereen behalve Toad. Wim van Toad. Nee! Nou, ik heb wel monster volgehouden. Ik ben heel erg blij.
moet je niet 100 muntjes. Je kunt er 5 sterren kopen. Ja, moet je wel bij de ster komen. 5 keer. Dat is niet mijn probleem. Hoeveel muntjes heb jij dan? Oh! Ik denk dat mijn eerste ster... Ja, gooit die 1. Nee, ik kan spitje pakken. Nee. Tot wat meer massa hier. Blokken, blokken. Blokken, blokken, blokken. Ik heb net een kijk met bezig, maar ik heb wel een ster. Wat wil jij? Wat is jouw excuus? Bom, bom. Oh, wat heb jij met bonbons? Heb jij liefde met bonbons of zo? Suicidal. Ja, daar zit een ster, daar zit ook een item. Wacht, hoeveel kan ik nou nog schetten? Je hebt toch 5. Dus je komt of op een blauw vakje of op een blauw vakje. Ik kom op de ster. Je hebt niet bij de gaan. Kijk, nee, dan kom je op een rood vakje. Als je op de ster gaat. 1, 2, 3, 4. Ja, dan kom je op een rood vakje. Nou, ik kies voor een extra item. Kost je wel 3 minuten. Nou, die eet je dan net, dus. Is dat weer een nul? Komt eerst maar bij dat apparaat voor mijn laatste cent! Oeh, duel. It's time to duel! Oh, kijk eens. Ik heb de laatste centjes gegeven weer. Oh, je hebt hem wel. Ja. Oh, gelukkig. Ik was al even bang dat hij die zou gaan gebruiken en dan op zichzelf zou gaan gebruiken en dan mij zou gaan mikken, waardoor dat ik niet genoeg muntjes meer euro's zou noemen. Tuurlijk, ja, maar ik kan er toch niet bij. Mooi. Now you shall pay. Even. Just in case. Kom op! Jim! Hij had 3 muntjes! Vind ik leuk! Langzaam reeds, Quentin. Langzaam! Niet typen! Nee! Het is niet jullie leukste moment. Nee. Dit is mijn favoriet moment. Mijn favoriet moment. Volgens mij komt Boene weer eerder als ik. Volgens mij blijf ik in een 1 loop zitten nou. Ik weet het. Let's play vloek op zijn best. Altijd maar weer. Ja, in de vlog. Nog 10 muntjes. Daar zou een ster op willen kunnen zitten. Omdat dat is niet echt een leuke blok. Item blok. Ja, daar is het ook. Ah, ik zit met een CPU. Wij zitten met Sassanus. Nou, je hebt een pro. Banking Boys! De ene moet in het midden gaan staan om tegen een vaas aan te springen en de andere moet muntjes gaan verzamelen. Wat de andere nootje? Oftewel, lopen en springen, daar komt het op neer. Val niet naar beneden, want anders verlies je een beetje tijd. En degene, alle muntjes die je pakt, die tellen mee. Dus je kunt hier meer muntjes als 10 krijgen. Een muntenzakje is 5 muntjes waard, dus als je die ziet. Zorg je wel voor dat je afspraak maakt met de Gamecube in jouw geval. Wie gaat er springen? Zou ik ben goed platform. Dus wil jij in het midden blijven springen? Ik wil lekker in het midden blijven springen. Okay. Maar ik heel slim idee. Start! Oh. Zullen we dat gaan moeten af? Oh. Ja, blijf maar doorspringen. Vanuit mijn zakje. Ebbes! Gewoon doorgaan, gewoon doorgaan, gewoon doorgaan. Maar doe dat toch wel? Ik laat toch het vuile werk gewoon doen. Yes! 31! Ja, ik heb 4! Nou, heb je toch 4 muntjes voor de moeite? Ja. Yay, meer dan 3. Ik ben blij, want ik had eigenlijk toch helemaal geen muntjes gegund. Zag je hoeveel muntjes ik nu heb? Ja. Alleen dit werkt dus heel erg in het voordeel met de coinstar bonus. Dus op dit moment kan ik zeggen dat ik al sowieso 2 bonusstars heb. Want minigame bonusster denk ik dat ik heb. Want ik heb tot nu toe denk ik de meeste minigames gewonnen. Dat dacht ik. Of dood. Nee, dood niet, want dat heeft net met die 34 of met die 31 muntjes een behoorlijke hak gegeven. Dus durf je hem nog neer te gooien? Je bent tot nu toe toch iedere... Waarom gebruik je hem op jezelf?
maar ik wilde je net kunt er niet achter je gooien, je kunt alleen vooruit gooien. Oh god, dit is echt geweldig. Kijk hier, ik weet dat je heel erg veel van mijn bombs houdt en Yoshi geeft ze nogal vaak op. Maar in dit spel moet je ervan wegblijven. Vier bombs. Nou ja, je hebt in ieder geval 10 muntjes weer. Is het niet meer gekregen dat het kwijt is? Dus even gezien, heeft toch goede strategie gehad. Logica's. Nou, ik was fout. Het gooit een keer laag! En komt op een happening space. Wat hem helemaal naar boven te brengt. Game! Ik heb hier problemen mee in 7 verschillende redenen. 1. Hij krijgt muntjes. 2. Hij heeft weer een happening. Volgens mij was dat zijn tweede. En hij komt dichter bij de ster. Nou, dat valt op zich wel mee, want ik zie daar wel. Als hij zelf laat vliegen, dan scheelt ook weer. Maar hij heeft al die 30 dus. En ik weet niet meer wat voor item dat hij had. Voor mij warpark. No! Oké, echt serieus. Ik wil eerst weten of ik moet gooien. Ik wil eerst weten of ik op zijn minst moet gooien. 1, 2, 3. 4 of hoger is al goed. En dan die kant op kiezen. Dat zou een goede zijn geweest. LMFAO. Oh, oh! Ja. Je maar Reversal of Fortune, oftewel Chance. Dat kan het hele spel veranderen. Dan kan je met een andere speler alle sterren wisselen, alle muntjes wisselen, alle sterren en alle muntjes wisselen. Je moet de andere speler een ster geven, je krijgt de ster van een andere speler. Kan alles mee gebeuren. Dus oh, die komt op, die ga ik ergens plaatsen natuurlijk. En... Dank je! Eén vakje achter me! Waarom? Hij vat het even niet, ik moest hem zeggen. En nu toen mensen, dit is toch echt weer het geluk van mij, dat ik natuurlijk één vakje achter me zit. Boe, wil je op A drukken? Ik zou eentje verder doen, dan komt zo. Oh nee, wacht even, dat was daar de ster, toch? Of, ja, dat was daar de ster. Maakt het uit. Het is toch een grote capsule. Ja. Ik heb de ergste capsule die in het spel bestaat, namelijk niet gooien, dus Reversal of Fortune. Zo heet dat in het vorige spel. Ja, andere kant kun je dan een capsule krijgen. En maar kun je er zelf nog 2 krijgen. Ja. Dan heb je die en dan heb je die ene daar. Dat zijn 3 capsule beesten. Oh. Nou ja, toch bijna 2 in 1 beurt. Oké, wat iedereen tegen de... Nee. Tot nu toe nog geen battle gehad. Oh, dat was echt erg. Dat zie ik ook echt tegelijk. Krijgen we nog een bonus game? Nee. Opstaan piranha's. We zien dus 5 piranha's aan die dansen op een melodietje. Eentje ervan die danst anders als de andere. Degene die anders danst, die heeft een knopje onder zich. Zoals we dus zeg maar 5 verschillende knopjes zien. En die moeten we selecteren. Degene die als eerste 3 goede piranha planten heeft gekozen, die wint. Dus... Ik. Wacht, wat? Je hebt de knoppen B, A, X, I en R. En er is eentje die anders danst. Dus zoals je daar bijvoorbeeld nou ziet in een voorbeeld, daar zie je A anders dansen dan de rest. Ik ook. En nou, onjons allemaal. Ja, ik geloof het niet meer. Jij drukt gewoon niks in. Oh, ik zag het gewoon echt niet. En dan denk ik, wat dan? En jij drukt weer niks in. Ja,
Oh nee! Ja, je bent hier zo slecht! Ik heb gewonnen! Ja! Ik ben de laatste! Ja. Dat is goed, makertje voor net! Je hebt 117 sterren! Snap je, smuntjes? Snap je nou? Ja, daar ben ik slecht in! Ha! Dat was volgens mij de gimmick van deze game. Ik ben niet zo slecht! Oh, we gaan hem neergooien. Maar ik zou hem niet neergooien, ik zou hem verder gooien. Ik heb een motto. Ik ga altijd even daar. Van het ergste, dan kan het alleen maar meevallen. Of daar. Is dat van? Ja. Ja, dat werkt toch? Nou, het werkt inderdaad, ik ben hier zo slecht in. Oh. Daarom vind ik deze zo leuk om te lespelen, alleen denk je, uppie is er niks aan. Dus ik wou deze al heel lang eigenlijk als lesplay doen, maar ja. 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 Oeh, een chance capsule. Ik vind dat zo mooi. Hij heeft ook een chance. Oh, ik dacht hem wel. Hij is een. Nee! Nee! De chances. Nee! Waar gaan de chances naartoe? De blauwe. Twee blauwe ervan in ieder geval. Welke blauwe was nou welke blauwe? Ik heb een blauwe. Ik heb een blauwe en ik heb een. Toad heeft ook een blauwe. Ik heb een enkele blauwe. Ik denk dat Toad een chance time heeft. Als hij een tweester heeft, ga ik lachen. Ah nee! Hij heeft een. Ah! Ik ben te keer waar. Dan heb ik of de tweester of de andere. Ik heb de andere mooi. Hij is ook niet mooi. Op de brug. Dangerous. Team. Ik loop gewoon even gezegd. Bokkel, bokkel. Om nom nom. Duel! It's time to duel! En ik ben hem kwijt. Every day I'm shuffling. Er wordt wel veel geshuffled, moet ik zeggen. Can I make you fool? Ik heb twee blauwe nou. Ik heb een blauwe. Dus ik denk dat. In ieder geval heeft Toad niet met de blauwe. Dan vraag ik me af, heb jij nou dan een tweester of een duel? Of heb jij de. Of heb jij gewoon allebei een chance? Change-up, hoe kom jij aan? Wat was met een change-up? Ja, die was ik, dat ik toen maar. Oh, dan hebben we twee change-ups. Jij hebt gewoon twee chances nou. Heb ik? Nee, eentje, want ik heb er net eentje gegooid. Oh ja. Dat je in het voor gegooid. Oeh, dubbel kans om daarop te komen daar. Via de huisjes en via. Expand. Ja, ja. Nou, het leuke is, hierna krijgen we al de laatste 5 beurten en gebeurt er nog iets! Ja, ik heb geheimpjes. Oh, de haal ik echt zo. Ik krijg nog altijd een kijkje nadeel. Een nadeel? Oh nee, wacht, ik zei ik moet blij zijn. Ja, volgens mij mag jij dan selecteren ofzo, ik weet niet. Hello. Maar eens krijgen we een minigame. Wacht, welke ronde was dit ook? De battle! Dit is 15. Battle minigame, iedereen die moet 10 muntjes betalen. Dat gaat in 1 pot. De winnaar die krijgt de grootste gedeelte. 6 muntjes. De winnaar krijgt het grootste gedeelte. De tweede die krijgt de rest van het gedeelte. We kunnen 3 games kiezen. Dit is een button bash game. Dit is een game waarvan je iedereen uit de cirkel moet hameren. En dit is een luck-based game. Degene die het meeste stemmen telt, die gaat winnen. En jullie gaan naar een luck-based. Jullie weten dat Tota gaat winnen, hè? Nou, ik kies gewoon die. Ik ga er niet aan mee, ik ga niet van gokken. Ik ben tegen gokken. Wat we moeten doen is, we moeten gewoon op aandrukken en hopen dat we een hele goede match krijgen. Degene met de hoogste match die wint. Totaal leuk beest. Zeven's geven 50 punten, bladeren geven... De cherries die geven 10 punten en shells geven 5 punten. Bladeren geven dus helemaal niks. Zitten er gewoon veel bladeren in? Oh, ik dacht dat er bladeren zijn. Sorry. Dus gewoon A blijven punten met. Ja, gewoon eigenlijk gewoon tik, tik, tik. Nou, ik heb in ieder geval 1 keer 7's. Welke 7's?
Jongens, hebben jullie een leukste momentje? Niet dat ene momentje. Laat het weten natuurlijk in de reacties. Ik ben eerste! Laat een like achter als je daar natuurlijk op de tijd voor hebt. En in de volgende aflevering gaan we dit finishen. Dus dank jullie allemaal wel voor het kijken. Ik hoop jullie te zien in de volgende aflevering. Dit was Zelda Blade 20. Blijf me steunen! Blijf me steunen en... En mij, ons twee alleen. Kruinen voor jou. Ja, zoiets. Doei!